Mijn vader wist gewoon, ja, die was gewoon heel duidelijk. En voor ons was het gewoon nog echt toch wel een klein beetje onwerkelijk dat iemand er dadelijk niet meer zal zijn. En aan de andere kant was het ook wel een heel fijn idee dat, ja, uiteindelijk die keuzes zo waren. Mijn vader die had eigenlijk de keuze tussen of natuurlijk, maar dan stikken, of, maar ja, in hoeverre je het kan zeggen, of een mooi sterven met, of mooi in ieder geval heel mooi sterven met euthanasie. In een wilsverklaring kun je je keuzes ten aanzien van het leven zijnde vastleggen. Het is belangrijk dat als je jezelf niet meer kunt uiten, dat mensen om je heen, je naasten, maar ook artsen, weten wat je wil. En mijn vader en moeder hadden al voordat ze ziek werden, hadden ze wilsverklaringen. Dat hadden ze overlegd met de huisarts. Waarschijnlijk omdat er iets in hun omgeving was gebeurd, waardoor zij daarover hebben nagedacht. Van, als er iets met ons gebeurt, van het een op het andere moment, willen we gewoon wel dat mensen in onze omgeving weten wat we willen. Dus zij hadden allebei een wilsverklaring. In overleg met de huisarts hadden ze dat beschreven, wat als mocht hen iets overkomen, wat zij wilden. Mijn broertje en ik waren daar ook van op de hoogte. En dat hebben zij samengesteld en ons daar ook van op de hoogte gesteld. Iedereen kan het overkomen dat hij in een situatie komt dat hij het niet meer kan zeggen. En dan is het buitengewoon belangrijk dat je dat van tevoren besproken hebt. Je wil eigenlijk niet dat er aan je sterfbed verwarring is over wat had deze persoon nou wel of niet gewild. De bijzondere was van de situatie dat mijn vader uiteindelijk zelf bij machten was om keuzes te maken. Altijd met mijn moeder en met mijn broertje en mezelf in de achtergrond om hem daarbij te ondersteunen. Want uiteindelijk was hij zelf nog degene die de beslissingen kon nemen. Maar als hij dat niet had gekund, om wat voor reden dan ook, dan waren wij in staat geweest om op basis van het document wat hij had geschreven verder voor hem beslissingen te nemen. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ja, maar als ik nu een euthanasieverzoek teken ik dan niet een soort doodvonnis of zo? Nee, zolang je kan praten is dat mondeling verzoek, wat jij mondeling wil, gaat altijd boven het schriftelijk verzoek. Ja, wat ik denk dat het gewoon zaak is, als ik naar mezelf kijk, dat je gewoon goed nadenkt over wat zijn de wensen die jij hebt, of wat zou jij willen in bepaalde situaties. En het is heel moeilijk, het is heel confronterend om erover na te denken, want het is iets waar je eigenlijk niet over wil nadenken. Maar het is wel goed om het te doen. En als je dat met anderen in je omgeving bespreekt, is dat ook gewoon, ja, dat is denk ik het moeilijkste wat je, iets heel moeilijks. Maar het is wel heel waardevol voor de mensen in je omgeving als ze weten wat jij zou willen en als ze weten wat jouw keuzes zouden zijn in bepaalde situaties. En of je nou jong bent of ouder bent, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want ook met jonge mensen en met mij kan ook iets gebeuren. Als mensen een wilsverklaring hebben opgesteld, of dat nou een behandelverbod of een euthanasieverzoek is of een niet reanimeren verzoek, denk dan niet dat je daarmee bent. Leg het niet weg, leg het niet in de kast en denk van ik heb het wel geregeld. Regelmatig bespreken. Dit soort dingen zijn niet een vanzelfsprekendheid. Artsen moeten met je wensen mee kunnen gaan. Het is belangrijk dat je naasten op de hoogte zijn. Dus blijf daar regelmatig over in gesprek. Het is niet zo van eens getekend en dan wordt het ooit wel eens uitgevoerd. Je moet er echt een hoop voor doen om je wensen aan het eind van het leven ook ingewilligd zien te krijgen.